Doe voorzitter Steven Alfaisi wil de partij zichtbaarder maken. Doe moet in alle districten bekend worden, zegt hij. Alfaisi heeft in maart van dit jaar de hamer overgenomen van Karel Breveld. Meteen na zijn benoeming heeft Alfaisi een interne evaluatie gehouden. Hij is tot de conclusie gekomen dat de communicatie binnen de partij nog niet is wat het wezen moet. Ik denk dat wat van belang is altijd als je in een nieuwe organisatie gaat, of in ieder geval de leiding krijgt over een nieuwe organisatie, dat het altijd goed is om een goede evaluatie te plegen. Een goede evaluatie over in ieder geval wat je overneemt. De structuren, de werking van de structuren, zowel naar intern toe, maar ook naar extern toe. Als je dat hebt gedaan, je hebt je assessment gemaakt, zal je natuurlijk op basis daarvan je strategie bepalen met betrekking tot een stukje policy, interne policy, dat je moet toepassen, strategie dat je moet toepassen om, als je tot de conclusie bijvoorbeeld komt dat de communicatie binnen de partij dus nog niet op het niveau is zoals dat moet zijn, dat je daaraan moet gaan werken. De jonge politicus benadrukt dat de partij open staat voor ieder. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat Suriname een multiculturele samenleving is. We leven in een multi-etnische samenleving. Een partij. Laat me trouwens aangeven dus dat volgens de grondwet mag je geen politiek voeren op basis van geloof. En dat je mensen dus in ieder geval afhoudt om te participeren vanuit geloofsovertuiging. Dus reeds dat meegenomen zeg ik van de partij kan niet vanuit een puur christelijke filosofie ideologie zaken benaderen. Wat wel meespeelt is dus dat er daadwerkelijk ook binnen het christelijk geloof waarden en normen zijn, moreel-ethische waarden en normen zijn, die je goed kan gebruiken voor de samenleving. En ik denk dat dat wel essentieel is. Maar ook andere geloofsovertuigingen hebben moreel-ethische waarden en normen die je goed kan gebruiken. Alles doet voorzitter Steven Alfaisi over de nieuwe richting die de partij opgaat. Hij wil dat zijn partij in elk district goed zichtbaar is.